zijn er bijna, hè? Ja, nog even wachten en dan nog een vlucht. En dan Moldavië. Ja, want waarom ga jij er naartoe? We gaan dan met een groep van Together en Job. Dat zijn hulporganisaties. Er moet veel armoede zijn. Ik ben er zelf ook nog nooit geweest, maar ik ben heel benieuwd. En wat verwacht je? Ja, een beetje triest ook of zo. Misschien ook omdat ik weet dat het erg koud is en dat het dan allemaal zo niet echt leeft of zo op straat. Anders dan in Friesland? Ja, anders dan in Friesland, ja. Ja, denk het wel. Ja, Friesland is natuurlijk ook al heel anders dan Nederland. Ik ben Hanna Bremer, ik ben 26 jaar en ik werk met jonge kinderen met gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. En ik ben een echte Fries. Tenminste. En dit is mijn bed. Met een heel fijn matras ook. Ja. Zal ik het even showen? Nou. Kijk. Je denkt van, ik weet niet hoe oud het is, maar... Nou ja. En hard ook? Ja, behoorlijk. Ja. Maar realiseer je dat je in Moldavië bent nu? Nou, nog niet echt, want ik heb nog niet zoveel gezien ervan. Dus ik heb wel zin om naar buiten te gaan en dan zien we er wat meer van. Want vandaag gaan jullie al mensen ontmoeten, toch? Vanmiddag? Ja, we worden straks opgehaald. Ja. En dan gaan we naar MCA, dat is de organisatie die hier... Die hier in Chisinau in de stad zit. Ja. En dan gaan we die mensen ontmoeten. Dus ik ben benieuwd. Ik zei hallo tegen die vrouw, maar ze zei niks terug. Nee? Nee. Ik vroeg of ze Engels sprak, maar nee, zei ze. Nee. Maar vooral de oudere mensen dus ook, die geen Engels spreken, geloof ik. Ik zat eigenlijk te denken van, zouden ze hier ook wat aan dat wegdek doen? Het ziet er niet echt veilig uit, zeg maar. Ik heb nog geen zoutstrooiers gezien. Het is wel het armste land van Europa. Ja, ja, dat klopt. Ik ben dan ook wel benieuwd of die mensen daar zelf ook bewust van zijn, die hier wonen. Dat zij wonen in het armste land van Europa. We gaan nu naar een alleenstaande moeder. Ja. Zij is 30 jaar en heeft 2 kinderen. En ze is... verlaten door haar man toen hij erachter kwam dat ze een dochter kreeg. En is dat erg in Moldavië als je dat overkomt? Ja, je staat er dan wel alleen voor. En de omstandigheden zijn niet zo dat ze dan qua materialen en zo de boel snel voor elkaar hebben. Ja, gewoon dagelijks eten en zo. Ja, ja. Dus daar krijgen ze hulp van. Ja. Voor. Ja. Ja. Wij zeiden in haar dat zij het misschien wel wat vreemd vond dat wij de safvolle oer vregen. Toen zei ze, oh dat hindert niet, ik ben al lang blij dat ik met mensen praten kan. Toen hie ik echt wel even een brak in mijn keel. Het greep me zo aan dat ze dat zei, het maakt het duidelijk hoe eenzaam wat ze eigenlijk is.
Ja, dat is wel schrikken hoor. Ja? Ja, met twee kinderen in, nou wat zal het zijn? Echt zo'n kleine ruimte. Hier maakt ze dus geen gebruik van, want hier woont haar schoonvader en de broer daarvan, dus een oom zeg maar. En die bepalen dus ook voor haar dat ze maar één keer in de week gebruik mag maken van de badkamer. En die bepalen voor haar hoeveel zij ja, gebruik mag maken van het gas en het water. En, ja, het is echt wel triest hoor, om dat te zien. Ja. We staan daar ook gewoon met z'n allen. Er staat gewoon niet eens een stoel. En dat ik dan bedenk hoe belangrijk het voor mij is, mijn vrienden en mijn familie, net voor te stellen om zo te leven, om zij je dagen terug te komen.